Het vliegveld ligt ongeveer 20 kilometer van Harderwijk. En daar was eigenlijk nooit weerstand. Tot de laatste raadsvergadering voor de zomer. Toen is er een motie aangenomen waarin wordt uitgesproken dat de opening van het vliegveld geen goed idee is. Je zou kunnen spreken van een revolutie. Ja, dat zou je kunnen stellen. We hebben gelukkig met PvdA en D66 deze motie in kunnen dienen. Uiteindelijk zijn bijna alle partijen van de gemeenteraad meegegaan. En alle neuzen staan nu de goede kant op wat ons betreft. Eerder was dat dus anders. Toen liet met name burgemeester Van Schaik zich nog positief uit over het vliegveld. Burgemeester Van Schaik kan zelf niet reageren, want hij is op vakantie. Hij stond altijd bekend als een voorstander van Lelystad Airport. Maar toch zal hij ook gehoor moeten geven aan de uitvoering van deze motie. Geen gelobby meer voor het nieuwe vliegveld. En daarmee lijkt de steun voor Lelystad Airport hier op de Veluwe af te brokkelen. Voorstanders geven als argument dat de komst van het vliegveld werkgelegenheid zou opleveren voor Harderwijk. Ja, in principe is Harderwijk er natuurlijk vanuit gegaan. Zal het werkgelegenheid opleveren? Zal het misschien een input geven in de infrastructuur? Dat is, als je op een bepaalde manier denkt, natuurlijk ook wel waar. Alleen je hebt te maken met een klimaat en met klimaatproblemen, met allerlei, er zit een groter verhaal omheen. En als je je daarop gaat richten, dan hoort een opening van een vliegveld daar niet bij.